Het is echt een eind, hè? Ja. Het is gewoon hetzelfde als dit, joh. Gewoon lekker rustig lopen. Gaat vanzelf goed. Wat zeg jij? Je zal echt te wiebelen. Daar gaat het al. Hi. Stoere chick. Sarah vindt het echt leuk, hè? Nou, maar nu heb je de eerste gehad, dan valt het toch wel mee. Hij heeft in het midden ook een paar keer nog vast, hè? Dus het valt best wel mee. Misschien is hij wel minder wobbly. Ik denk juist meer. Hij gaat alleen maar in midden en samen. Ja, maar wel links en rechts, hè? Dus dan gaat hij niet zoveel links en rechts heen en weer. Niet expres wiebelen, Jelle. Denk erom. Dan moet mijn mama straks eraf halen. Kom maar, ja, doe eens. Yay! Goed gedaan.
Hij zo, van, ah, ik hang aan de kabel. Ik hang aan de kabel. Oh nee. Ja, ik vind bijna boven. Ah ja, dat was verder gaan. Dan moet ik alleen eventjes... Zo. Ja. Nee, ik ben niet flexibel. Maar ik doe het toch maar mooi. Zal ik weer even van boven dan, dat jij dan herkomt? Nou ja, even een flink stuk. Oké. Ga met je arm er even onderdoor haken. En dan gewoon de touw vast blijven houden. Oh. Oh. Ik ga vliegen op mijn hoofd. We willen echt veel te moeilijk leggen. Ja, echt. Makkie. Daarom mogen kinderen deze ook dat doen. Dit zijn dus gewoon echt de treetjes van de Eerste Wereldoorlog nog. Hè? Die hebben gewoon de soldaten beklommen. Met spijkerlaarzen, is toch cool? Dit is gewoon geschiedenis, jongen. Echt vet. Dat is bij jou nu dan. Ja, ik denk dat kan misschien door de oorlog zijn gebeurd. Misschien iets heel zwaars opgevallen, een kanon of zo. Een kanon uit de handen hebben laten glijden. Maar dan creatief klimmen. De ene zit dichterbij dan de ander. Ja, en sommige zitten in de muur en andere niet. Ja, inderdaad. Ik ben een beetje te hoog met mijn rugzak.
Zo. Je kan beter aan een touw gaan vasthouden zo. Ja, ik zie de bunker. Oké, lieve mensen, we zijn bij de bunker uit de Eerste Wereldoorlog. En niet anders te komen dan op deze manier. Waarom zit hier dan nog een hekje? Een ding. Dat je niet uit kon vallen, denk ik. Had jij een telefoon bij je? Heb jij daar een zaklamp op? Ja, dat is makkelijk op. En ik zie niet zoveel. Zo. Even mijn camera even uitzetten, anders doet hij het niet. Ja, hij doet het, ik zag hem. Mooi, ga je even op? Ja, mag ik niet los. Ja, je kan niet los, hier zit geen kabel meer. Je kan niet verdwalen, hè? Nice, hier nat trouwens. Volgens mij kom je dan een heel andere stad uit. Dat gaat weer wel. Oh ja, echt? Wil je niet gaan? Nee, daar gaan we niet. Oké, ja, daar loop ik wel even voor. In de hoop dat we wat zien. Weet jij de weg nog? Anders zijn we verdwaald. Dat ging weer echt doorgelopen. Het leuk als er nou nog eentje binnenkomt en ik een boer roepen. Hier ook nog een gang. Ja, dat kan ik niet. Zo, laten we hier maar doen. Daar kwamen we vandaan. Hierin. Dat had ik wel even mogen vegen voor ons. Niet normaal. Hier kunnen we buiten kijken. Volgens mij heeft deze wel een voltreffer gehad. Kun je kijken hoe krom die metalen buis staat. Ik denk dat daarom die trap misschien ook wel zo. Kijk, dit is ook een kanonsgat. Je zou hier lekker hebben gezeten. Je krijgt denk ik zo'n enorm blok op je tater. Ja. Zo, deze kant op. Kijk, dit is een slaapplaats. Hier sliepen ze vroeger. Oh, dus je had het toch kunnen doen. Ja, inderdaad. Nou, dat is toch vet. Oh, hier was ze netjes betegeld op de vloer zelfs. Ik heb hier wel weer een lijn. Een S-mijn. Een trap-mijn. Oh, die stopt hier. Nou, we zijn buiten. Ja. Oh, ik ben te rood. Oh, ik ben te rood. Oh, ik ben te rood. Ik moet er even kruipend doorheen hier. Huppelee. Ja, zo. Maar goed dat die Italiaanse soldaten zo klein waren. En ik geen dikke Duitser.